is het bij Robocross natuurlijk altijd ontzettend spannend, maar bijna spannender dan dit kan niet. Het is namelijk al de tweede ronde in de finale. En moet je kijken wat er tegenover elkaar komt te staan. Hoe relaxed de een erbij zit, zo hard zijn de anderen nog aan het werken om de robot weer in elkaar te krijgen. Maar jeetje, wat ziet hij eruit, hè? Ja, nou, wat hun begonnen zijn, hopen wij af te maken. Zijn jullie zo goed? Nou ja, toekomst wat uitwijzen. Ongelooflijk! Nou, jij staat er wel een beetje relaxed bij, maar de zweetdruppel zit op je voorhoofd. Ja, het is hier erg warm, maar we hebben alles onder controle. De schade is allemaal aan de buitenkant. Het chassis doet het perfect. De besturing gaat goed, dus allemaal goed. Het enige wat we nog even moeten rechtuigen is de flipper. En dan zijn we helemaal klaar om poolverreizen de arena uit te proberen te gooien. Ja, men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Als die flipper gewoon werkt, dan hoeft Scraptosaur, deze robot, geen angst te hebben voor poolverhuizen. Zo te zien hebben de robotiers hun vechtmachine met paperclips en een kloddernatte spuug weer redelijk op orde gekregen. Maar of dat genoeg is om die vetkuiven to sender te retourneren, dat wordt een hachelijke zaak. Maar ja, we zijn er wel klaar voor. Kijk eens even, poolverhuizer in optima forma. En die zal bestuurd worden door, ik denk elke keer dat ik gedronken heb, door twee Elvis. Roboteers, stand by. Ja, en als het dan zover is dat er gesloopt moet worden, is daar natuurlijk Mr. Psycho en niemand minder dan Growler. Activate, de tweede halve finale in deze Robot Wars finale uitzending. Kijk, het is dezelfde situatie als straks. Een draaiende schijf en een flipper. Kijken wat daarmee gaat gebeuren. Ik zie dat Scraptosaur enorm zijn best doet. Hij was straks behoorlijk gehavend. Dat hebben die jongens toch wel heel knap opgelost hoor. Nieuwe zijkant erop. En Pulverizer is gewoon in het verleden een hele sterke bot gebleken. De dubbele elf is besturen hem met gemak. En kijk eens even. Oh, dit is een hele rare dubbelslag dit. Scraptosaur landt op zijn kont. Die zet zich inmiddels alweer recht. En Pulverizer begint zichzelf te roosteren. Waarom in godsnaam? Het is wel zonde. Kijk eens even. Verbeter gezichten van het team van Scraptosaur. Want ze beseffen ook wel dat het een heel zwaar karwei gaat worden om die poolverhuizer eruit te rammen. Ja, als je alleen al naar de poolverhuizer kijkt, is het een ijzersterke bot. Ja, misschien is het wapen van Scraptosaur en zeker zijn snelheid. Want kijk maar eens even hoe rap hij is. Hij opent de pit. Dan moet hij maken dat hij wegkomt daar. Want we hadden bijna dezelfde situatie als in de vorige halve finale gehad. Dat hij zichzelf erin reed. We gaan even kijken wat het wapen van Scraptosaur kan doen met die poolverhuizer. Geconcentreerde blikken bij de dubbele Elvis. Ik neem nog een slokje. Het zijn er voor mij nu al lang vier. Geconcentreerde blikken om te kijken hoe ze uit de buurt van die pit kunnen blijven. Want ik denk dat de tactiek van Scraptosaur zal zijn dat hij gaat proberen om Pulverizer in de pit te duwen. Dan moeten ze uit die hoek wegblijven, want daar staat Mr. Psycho. Die geeft een tik vol op het wapen van Pulverizer. Kijken of ze dat nog aan de praat krijgen. Maak nou dat je wegkomt, want hij geeft je nog een dreun. Kijk nou maar uit. Ah, hij probeert zich uit de hoek weg te krijgen. Kijk eens even, verbeter blikken om uit de hoek weg te komen en uit de grip van Mr. Psycho. Ik zie inmiddels dat Scraptosaur lijkt een probleem te hebben. Die staat stil. Scraptosaur staat stil en het wapen van Pulverizer draait niet. Dat zou betekenen dat beide robots, laten we zeggen, half uitgeschakeld zijn. Want een van de krachten van deze Scraptosaur was natuurlijk zijn snelheid en zijn wendbaarheid. En de grote kracht van Pulverizer is natuurlijk die draaischijf. Hij staat ook nog eens een keer bovenop een vuurtje. En de refbot is inmiddels begonnen met aftellen. Het wordt een triest einde, ben ik bang, voor Scraptosaur. Die zal uit elkaar gerukt gaan worden. We kennen allemaal de taferelen. Het is verschrikkelijk. Een robot waar zoveel werk in gestoken is. Die dan helemaal vakkundig uit elkaar gesloopt wordt door de huisrobot. We gaan kijken hoe dat gebeurt. Growler zet in eerste instantie even zijn tandjes erin. En het is grappig, die bots die zijn toch heel erg goed gemaakt en stevig. Maar als Growler zijn bek erin zet, zie je meteen alle metalen heel langzaam in elkaar gedrukt worden. Kijk wat hij gaat doen. Ik denk dat hij Scraptosaur een klein vluchtje gaat maken. Kijk eens even. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Opeens, miraculeus, wederopstanding van Scraptosaur, lijkt Lazarus wel. Die begint opeens weer te rijden. Ja, nou is het. Wat gaan we nou doen? Gaat het gevecht nou door of mogen de huisrobot gewoon slopen? Ik denk dat het laatste het geval is. Ja, kijk. Oh, het is er één keer afgelopen. Heel simpel. De pit is geopend. En Scraptosaur krijgt een beut. De finalisten zijn bekend. De verliezer van deze halve finale is Scraptosaur. En de winnaar is Pulverizer. Kijk, en het team is er blij mee. Maar ja, er is er maar één en die heeft hem en dat is Pulverizer! Ja, zeg het maar. Ja,
Vanmorgen heeft natuurlijk vreselijk veel plaatwerkschade opgelopen. En we hebben hard gewerkt en iedereen eigenlijk van al van de Robot Wars om het weer goed te krijgen. En je stond op het laatste moment zo hier te hameren. We hebben met een grote voorhamer hebben we dat ding weer eind gekregen, want hij liep wat aan op de grond. En blijkbaar is het toch net iets te veel geweest. Ja. Met een uurtje of meer hadden we gewoon gehaald, denk ik. Ja, zo is het met het WK voetbal ook. Hè. Als je geblesseerd hebt, je moet toch die finale, je kan moeilijk een ander sturen. Dat is waar. Ja. Nee, ik zag op het laatste moment twee robots die allemaal een beetje gip. Ja. Je kip door die arena heen hobbelde. Zielig, hè? Dat zijn nou echt de finalisten. Ja, nou, ik vond het op zich niet erg om te zien, hoor. maar later, toen waren jullie eigenlijk al uitgeteld en toen begon het ineens weer te doen. Wat is dat dan? Nou, waarschijnlijk hebt u nog een keer een extra tik gehad en kwam het draadje weer los. Sluiting dus over. Dat moet ik voortaan doen. De hond buiten op de goede plek. Ja. En daardoor hadden we weer contact. Oh, dus dat moet ik voortaan doen. Als ik een klap op mijn hersens krijg, voel me hier lekker nog een klap erachteraan. Ja, goede kans dat het goed werkt. Ja. Oké, jongens, tot volgend jaar. Een heel groot applaus voor Scrap the Surf!